Rudy Klomp, hoe is het om in het boek van Metje Blaak je leven beschreven te zien? Dat is heel bijzonder. Als je het over Metje hebt, is het heel bijzonder. Het is niet de eerste keer dat het beschreven wordt. Want ik ben een type jongen wat dus heel vaak beschreven is door de kinderbescherming. Dus er zijn heel veel rapporten geschreven. Dus wat dat betreft is er niks nieuws. Maar als het dus gaat over Metje, dan zeg ik dat is wel heel bijzonder en heel positief. En ook heel emotioneel. Hoe heet het boek? Het boek heet Het Gevecht en dan tussen haakjes Leven is Kunst. Nou ja, Rudy is dus bokser geweest en ook kampioen in Twente geweest. Maar ja, daar gaat het eigenlijk niet helemaal over. Het gevecht is eigenlijk het gevecht met het leven wat hij heeft gehad. Dus ik heb het gevecht genoemd. Een beetje een woordspeling omdat hij ook bokser was en zo. En nee, hij heeft gevochten met het leven. En leven is kunst, laat ik het zo zeggen. Omdat ze dus echt de kern van iemands gevoel weer te raken. Nou, Metje die kwam dus over de vloer in 1965. En toen kende ik haar niet, toen kwam ze met een meisje. En toen, toen dacht ik, wat zijn dat van meisjes? Weet je, er kwamen heel veel meisjes bij ons, bij mij over de vloer. En op een gegeven moment waren er gewoon twee bij. En dus voor mij was dat dus niet zo verbazingwekkend. Alleen dat ze dus de eerste keer kwamen. Nou, ik weet niet of ik een kunstenaar toen al was. Ik was toen meer een amateur die af en toe wel schilderde. En ik had gevaren. Dus ik zat niet in de kunstwereld, maar ik kende wel heel veel kunstenaars. Hans Veeneman onder andere. En de jongen van Gierveld, Jan Gierveld. En Barentijs Voerman. En Willy Romboud. Dus veel Almeloze kunstenaars. Maar hij had in zijn body een hart. Een hart dat niet kwaad was. Maar een hart dat kordaat was. Een harte van medelijden smaakt. Ik heb me zo ver kunnen ontwikkelen dat ik daar mijn gedachten in kwijt kon. Dat vond ik heel wat. He, dus als je een woordenschat hebt van 300 woorden als arbeidersjong. En je gaat dan naar een universiteit, dan krijg je een woordenschat van 3000. Ik zeg maar wat. Maar met die 300 woorden kon ik in die beeldende kunst heel veel kwijt. En ik kon me in de beeldende kunst als beeldtaal en verbeelding ontwikkelen. Dat was wel heel belangrijk. Ik ben begonnen met Pindakaas. Het ging over al zijn vrouwen en zijn leven als kunstenaar. En de omgeving. Maar daarna werd ik geïnteresseerd in zijn moeder. Dat was dus een verzetsvrouw. Getrouwd met een meneer van de Waffen-SS. Die ze uiteindelijk direct verlaten heeft toen hij daar dus bij ging. Ja, daar ben ik me op een gegeven moment heel erg gaan voor interesseren. En toen het boek klaar was, toen werd ik dus heel vaak door mensen aangesproken. Die zeiden, hoe is het toch met die zoon? Die jongen heeft zoveel meegemaakt met zijn moeder die dan door de war was en zo. Toen denk ik, hé, ik ga ook een boek schrijven over Rudy. Ja, zo is het eigenlijk begonnen. Ik heb ongeveer een stuk of 10 boeken geschreven, maar ook heel veel voorlichtingsboeken heb ik geschreven. Ja, ook een roman over de Maya's, ook wel. Maar die 3 boeken die ik de afgelopen tijd geschreven heb, dat zijn toch wel de boeken waar ik zelf heel veel plezier in heb gehad om ze te lezen. Ook heel veel emotie. En waar ik ook heel veel van mezelf heb leren kennen. Rudy en ik hadden heel veel raakvlakken. Rudy was ook een beetje iemand die zijn eigen gang ging. En ik dus ook. En doordat je eigen gang gaat, zijn er heel veel mensen die dat niet tolereren of niet begrijpen. En ja, dat hadden we dus allebei. Dus daar hadden we elkaar heel erg in gevonden. En ik ben er in zijn huid gekropen. En soms had ik zoiets van, jeetje, het lijkt wel of het over mij gaat.